VeChain is met groot nieuws naar buiten gekomen en gaat of is de wereld van de real world assets betreden. Dit is groots voor VeChain en daarnaast kan het hele mooie dingen gaan betekenen voor het project VeChain zelf. We gaan dus kijken naar dit nieuws en daarnaast ook naar een stukje technische analyse op VeChain. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video ga ik dus alles met je delen omtrent VeChain, wat op dit moment in de spotlight staat en belangrijk is. Voordat we gaan starten met de video, zou ik het tof vinden als je deze video een like zou willen geven als je nou vette content vindt. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal en hier voor het eerst bent, dan natuurlijk welkom. Je leert hier alles omtrent crypto, crypto nieuws, crypto kansen, zoals de video van gisteren bijvoorbeeld ook. Dus vind je crypto tof, wil je hier veel geld mee verdienen? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Als je dan ook nog een reactie plaatst, dus dan heb je geliked de video, ben je geabonneerd. En je plaatst een reactie, dan kun je 20 USDT winnen. Net zoals deze persoon. Gefeliciteerd. Stuur jouw TRC20 adres even naar marchandmissus@hotmail.com en dan krijg je dit van mij opgestuurd. Daarnaast heb je Instagram, wil je ook daar meer over crypto leren? Wil je zien wat ik in het dagelijks leven zoal doe? Lijkt dat je interessant? Kun je me daar ook even volgen. @CornéMarchand met het blauwe vinkje. Goed, en laten we dan direct de inhoud van deze video induiken en dat is dus starten met dit artikel. VeChain of VET sluit zich aan bij tokenization scene met mass launch. En dit is het hele, dit is heel erg belangrijk en groot. VeChain, een toonaangevend blockchain platform gevestigd in San Marino, Europa, heeft een moedige stap gezet in de tokenisatieruimte met de lancering van zijn digital asset tokenization platform, oftewel real world assets. Market as a Service is wat zij gelanceerd hebben, ook wel Maas genoemd. Maas is een tokenisatieplatform voor digitale activa zonder code dat is ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar tokenisatieoplossingen voor real world assets. Dus VeChain onderbouwt weer hier eigenlijk infrastructuur voor de real world assets. Cruciaal was dat VeChain benadrukt dat het platform tot doel heeft bedrijven en individuen in staat te stellen gemakkelijk digitale activa te ontwikkelen, verkopen en overdragen. De lancering van Maas komt op het juiste moment voor VeChain omdat het ernaar streeft tools ontwikkelen om aan boord te gaan van een snelle tokeniserende wereld met een verwachte 16 biljoen in real world assets tegen 2030. Deze tijdige release komt overeen met de groeiende interesse in real world tokenisatie zoals aangegeven door BlackRock's recente voorstel voor een tokenisatie voor ons en daarnaast ook natuurlijk de grootste bank van Hongkong zoals ik ook in de vorige video over real world assets aan je heb verteld. Dan hier nog ook de announcement op hun Twitter, oftewel X. We are excited to announce our groundbreaking platform Market as a Service of Marketplace as a Service. VeChain's Maas provides a no-code NFT marketplace for digital and physical products, meeting the growing demand for real-world asset tokenization tools. Groots en tof dat VeChain dit doet. VeChain blijft die slapende reus. Ik denk dat er heel veel in het vat zit. Daarbij gaan we zo even kijken naar dat stukje technische analyse. Daarnaast VeChain Financial Report van Q3 en Q4 2023 is uitgekomen. Deze is ook heel interessant om eens even door te nemen. Maar ik heb een aantal stukjes gehighlight. En dat zijn vooral ook de partnerships die zijn gevormd en waar ze nu mee bezig zijn. Een daarvan is de FRAC, een leading platform. Opmerkelijke partnerschappen tijdens Q3 en Q4 zijn onder meer FRAC, een toonaangevend platform op de fractionele markt voor activa handel voor activa in de real world. Door VeChain aangedreven NFC technologie te integreren, beschikt FRAC over verbeterde beveiliging en onveranderlijke authenticatie voor zijn real world assets. We lanceerden een kledingstuk met Venom Brazil, een toonaangevend wereldwijd sportmerk dat VeChain aangedreven chips integreerde in een limited edition kleding run. Bullish. We bundelen onze krachten met SingularityNet, kennen jullie wellicht wel, een gedecentraliseerde AI-platform met de bedoeling om maatgemaakte bedrijfsoplossingen te ontwikkelen voor VeChain Tor blockchain. Gebruikmakend van hun geavanceerde AI-technologie. Vivo SmartChain, een gezondheidsplatform dat gebruikers ontgint en beloont voor gezondheidsgegevens, werkte ook samen met VeChain. Omdat we hun oplossingen aan boord brengen om duurzaamheidsgerelateerde initiatieven in 2024 te stimuleren. Verder, samenwerking met A-World, een toonaangevend op duurzaamheid gericht applicatie die wordt ondersteund door het UN Act Now initiatief. Het is mega, want ze hebben hierbij aan 1 miljoen plus Web2 gebruikers VeChain onder de man gebracht. Bullish. Daarnaast werken ze samen met Harvard University en daarnaast ook nog met Boston Consulting Group, wat ongelooflijk groot is. Waardoor ze ook weer met aangetalenteerde bouwers kwamen. Ook hebben ze als laatste stukje hiervan inheemse tokens VET en VTOR in september 2023 genoteerd aan Coinbase met VeChain's Learn Campaign live in het laatste kwartaal van 2023.
De campagne heeft ons in staat gesteld om Coinbase enorme KYC gebruikersbasis te onderwijzen en te inspireren. En dit is vooral insane, met een totaal meer dan 100 miljoen accounts die ze dus daarmee bereikt hebben. Sindsdien hebben ze een enorme stijging gezien in nieuwe adressen, dus adressen die VeChain holden, die onlangs 3 miljoen unieke portemonnees bereikten op het moment van schrijven, ongeveer 130.000 in 7 dagen toevoegden. Dit duidt op een snelle groeiende interesse in onze mogelijkheden als platform, het overbruggen van de digitale en fysieke wereld en het stimuleren van de acceptatie van Web3-technologie in de mainstream. En dat gezegd hebbende, kijkend naar de technicals, denk ik dat je nu nog in kan stappen voordat die boot daadwerkelijk vertrekt. Of laten we maar gerust raket zeggen. Geen financieel advies, maar ik denk dat je er goed aan doet als je VeChain in ieder geval in je portemonnee hebt. In andere video's hebben we een soort verschillende fases ook uitgelegd. We hebben die accumulatiefase altijd eerst. Dus je ziet de accumulatiefase van een coin, vervolgens breken we daaruit. Krijg je in die disbelief fase, dus je ziet een stijging. Je ziet wat daling, je ziet wat zijwaarts treden en vervolgens komen we in een bullmarkt met die coin en dan schiet die echt omhoog. En je ziet nu dat we nu net uitgebroken zijn en eigenlijk een retest maken op die accumulatiebox. Dus het lijkt een heel goed moment om hier dus VeChain aan te gaan schaffen. Nogmaals, geen financieel advies, maar puur wat ik doe en interessant vind. Zeker met de updates die uitkomen, maar met dat VeChain eigenlijk altijd maar blijft bouwen en altijd zijn ding doet. Niet per se heel erg op marketing richt, maar gewoon echt bezig is met toevoegen, waarde toevoegen aan de blockchain, ervoor zorgen dat ze nodig zijn en dit gaat echt wel uitspelen op termijn. En ik denk ook dat we op VeChain nog hele mooie stijgingen kunnen gaan zien en dat je een investering of je investering 3 of 4 keer over de kop kan zien gaan voor VeChain. Als we even snel kijken naar een eventueel prijstarget op de kortere termijn, dan vind ik het interessant om te kijken naar de vorige high die overeenkomt hier met de 2618. Dus dat is een target van bijna 9 cent. 9 cent is de piek en hier ligt die 2618. Dus ik denk dat het interessant is, dat komt mooi overeen en dat is als kort termijn prijs target. Maar verder denk ik dat een 25 cent VeChain voor deze bullmarkt prima mogelijk is en zelfs nog meer dan dat. Goed, ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze VeChain update. Als het zo is, like hem even, deel hem even met vrienden en familie en hopelijk zie ik je terug in de volgende. Adios.